De bewoners van Ressen maken een vuist tegen de geplande skeve huizen in hun buurt. Ze krijgen hierbij steun van buurgemeente Lingewaard, die ook niks ziet in de containerwoningen voor daklozen. Enige tijd leek er stilstand te zijn in het proces toen de inwoners enkele maanden niks hoorden van het project. Maar inmiddels blijkt dit ijdele hoop te zijn. Het project van de gemeente Nijmegen is omstreden omdat er wordt gevreesd voor het overlastrisico van de bewoners. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de overlast echter niet noemenswaardig te noemen. Al jaren is het plan om in Nijmegen een aantal skevenhuizen te plaatsen. Daarvoor werden in eerste instantie 23 locaties genoemd, en later is dat toegespitst op drie locaties. Ressen zou daarbij als beste uit de bus komen. Naast Ressen was ook Dukenburg een van de beoogde locaties, maar die plannen zijn door de rechter verworpen.